Dus, moet dus die boeren die moeten daar eens heel goed over nadenken. Ja. En zeker ophouden met van dat het de Joden van dit moment van de, te vergelijken met de Joden in de Tweede Wereldoorlog, de Indianen in de Verenigde Staten. Ga dan eerst eens een behoorlijk geschiedenisboek lezen voor je met deze kletskoek aan boord komt. Kijk, als dit het start van hun acties is, dan zou ik zeggen: ga jullie nog eens bij elkaar zitten en goed nadenken over wat je wel en wat je niet wil doen. Kijk, vorige keer zijn ze ook meerdere malen uit de bocht gevlogen met bij hun acties, zowel retorisch als in praktische zin. En ik vind echt dat ze op dat punt best wat gas terug kunnen nemen. Gaan ze het verliezen op de lange termijn? Ja, ze gaan het verliezen op lange termijn. Die stikstofuitstoot zal beperkt, aanzienlijk beperkt moeten worden, zeker in sommige locaties. Daarover zijn internationale akkoorden gesloten, die zullen we uit moeten voeren. Met hem. kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Hey då, laten we dan maar eens beginnen met die fusie tussen GroenLinks en de PvdA. Ja. Daar begon jij net over. Ik, uh... Ja, ik begreep dat het onderluid gejuich door het congres wat heden heeft plaatsgevonden is... Uh... Bevestigd. Uh, ik was zelf een groot voorstander van de fusie. Aangezien natuurlijk de, de drie linkse partijen, zeg maar rustig partijtjes SP, GroenLinks en Partij van de Arbeid, toch wel erg in de marge van de politiek terecht waren gekomen. Terwijl het naar mijn idee, partijen zijn met verstandige ideeën. Niet allemaal, maar goed, in principe verstandige ideeën. Zeker wanneer we naar de rechterflank van de Nederlandse politiek kijken, waar Laten we zeggen, de gekroonde waanzin in toenemende mate heerst. En nu is natuurlijk de vraag: eh, als Partij van Arbeid en GroenLinks samengaan, want de SP doet daar niet aan mee, zou er verstand aan doen, mijns inziens, om er wel aan mee te doen, maar doet er niet aan mee. Eh, dan moeten we kijken of dat eerst eh, is is het een samenwerking in de fusie in de Eerste Kamer. En dan hoop ik daarna ook eh, voor de rest van het bedrijf. En dan moeten we zien of dat ook, eh, laten we zeggen, electoraal effectief is. Het kan best zijn dat de gezamenlijke partij nog een zeteltje verliest. Maar natuurlijk gezamenlijk zijn ze dan toch weer zo groot. Eh, dan dan naden je weer die bekende club van middenpartijen. Dat je, dat je dan in ieder geval bij formaties eh, wel iets meer invloed kunt uitoefenen dan nu het geval is. Precies. Je bent eigenlijk niet te negeren dan? Nou, dat is, weet ik niet zo net. Eh. We hebben in de afgelopen formatie gezien dat eh, Rutte nogal op een brutale en naar mijn idee bijzonder ondankbare wijze de linkse partijen terzijde heeft geschoven. Voor zover ik weet, op verzoek van een, een vrij structurele verliezer in de politiek, namelijk eh, onze vriend Hoekstra van het, van het CDA. Een politicus waar ik een zeer gering vertrouwen in heb, zoals je weet. Eh, ik weet niet hoe het uit gaat pakken. Ik ben er niet verschrikkelijk optimistisch over. Laat ik er dat van zeggen. Ze hebben zichzelf toch wel zo beschadigd in de afgelopen jaren. Vooral natuurlijk in Rutte 2. Dat blijft natuurlijk een gigantisch drama. Eh? Eh, overigens ook nu we zitten nu natuurlijk met Rutte 4. In feite de hoofdtaak zou je kunnen zeggen van Rutte 4 is het opruimen. Van de onbeschrijfelijke rommel en chaos die Rutte... 1, 2 en 3 ondertussen hebben weten te veroorzaken. He. Kijk naar de stikstofcrisis, in feite ook een product van de, van de rutte kabinet. Ja, maar komt er ook een nieuwe naam nu? Ja, dat is een grote vraag. Komt er een nieuwe naam? Wat is dat dan? Wordt dat dan groen-rood of rood-groen? Of, of, en, en natuurlijk een nog iets opmerkelijker vraag is, wie gaat die partij leiden? Wordt dat een duo-leiderschap? Dat is al niet erg overtuigend, denk ik. En ja, wat ze natuurlijk eigenlijk nodig hebben is een echte vote getter, zoals dat in het Nederlands zo treffend heet. Uh, en ja, of ze die kunnen vinden, dat is de vraag. Maar in de eerste Je kamer staat dat niet zo belangrijk. Dat, dat er is wel onderzoek gedaan, en zeker ook aan, aan de Partij van de Arbeidkant. Ik denk dat Jesse Klaver betrekkelijk uh, zonder concurrentie is in GroenLinks, voor zover ik weet. Want ook na zijn kapitale nederlaag bij de meest recente verkiezingen is hij gewoon blijven zitten. En bij de Partij van Arbeid is allerlei onderzoek gedaan. waarbij ik dacht uh, Abu Talib nummer 1 staat. En, uh, god wie was ook, uh, hoe heet het? Uh, onze vriend in Europa, Timmermans. Timmermans ja. uh, nummer 2. En nummer 3 was, denk ik, die mevrouw in Amsterdam. die onlangs natuurlijk een vrij eklatante overwinning heeft behaald. Mevrouw Moorman, als ik het wel heb. Dus ja, maar krijg je die? Misschien van mevrouw Moerman, is dan weer een vrouw. Amsterdam. Dat, dat, daar kun je je vraagtekens bij zetten. Abu Talib schijnt niet te willen. En ja, is Timmermans bereid om serieuze politiek op Europees niveau te verruilen voor de kabouterpolitiek in Nederland? Want dat is het natuurlijk. We zijn een kabouterlandje. Ja, toevallig 17 miljoen kabouters. Maar we zijn wel een kabouterlandje. Ja. Dus ja, dat, dat, ik heb geen flauw idee. Maar goed, dit is, dit is nu alleen nog de eerste kamer. Het ligt allemaal open. Het is de eerste kamer alleen maar nu. Ja, maar, het is, maar goed, dat is met, ik begreep dat het met, met groot enthousiasme was, uh, okay. was aanvaard. Dus je wil zeggen, als dit een succes is, dan kunnen ze niet anders dan ook in de tweede kamer Nee, dan, moet, dan moeten alle verdere stappen naar mijn idee ook gezet worden. Dat heeft ze in het verleden overigens, god wat hebben we niet voor gezeik gehad op dit punt. Nee, ze waren allebei van de beste bedoeling en dan gingen ze koffie drinken, het was ongelooflijk gezellig geweest en dan hadden ook samen een taartje gegeten en dan ging het weer totaal niet door. Dus oké, okay. ik, ik heb er nu goede hoop op dat dit gaat slagen, deze operatie, of dat ook het grotere belang zal dienen van de versterking van de sociaaldemocratie in ruimere zin in de Nederlandse politiek, daar heb ik zo mijn twijfels bij. En hoe komt dat? Nou, in de allereerste plaats moet Rutte eerst verdwijnen, denk ik. Dat zal wel tot een zeker verlies van de VVD leiden. Eh, misschien is dan een nieuw soort van coalitie mogelijk. De, de, deze coalitie die er nu zit, is ook met enorm veel fanfaren van start gegaan en tot op heden maakt het een enorme, rommelige en weinig competente indruk. Zit ze natuurlijk ook, euh, laten we zeggen, budgetaire en, en, en politiek tegen, dat zie ik ook wel. Maar toch, het, tot nu toe is het totaal niet overtuigend. Of dat puur ligt aan Rutte, die ik zie als een soort blokkade eigenlijk voor, voor een, een verdere stap in de Nederlandse parlementaire politiek, dat is, vind ik moeilijk te zeggen. En dat is natuurlijk ook wel <laughs> enigszins gedreven door mijn euh, eigenlijk sterk gegroeide idee dat we in de in de kabinetten Rutte maar wellicht ook deels in aanloop daar naartoe eigenlijk nogal slordig bestuurd zijn en, en allerlei ze hebben laten leiden door prioriteiten die in feite enorm veel ellende hebben veroorzaakt ja nog even over die linkse samenwerking want in de eerste kamer moet natuurlijk ook één persoon dat gaan leiden toch ja daar moet wel een fractieleider zijn dan kan je dat dat kun je heel netjes verdelen een beetje alao zoals het journaal gelezen wordt hè. Ik geloof dat je daar twee topfiguren top hebt, die, die eigenlijk topfiguren worden genoemd. Maar nou, een... het journaal wordt door Jan een Alleman gelezen. Ik geloof dat niemand ervan op zou kijken als ik morgen het journaal zou lezen. Nee, dat zou wel leuk zijn. Dan, dan zou ook. ik die hele pas de daar in die studio. dat moet je even instuderen natuurlijk. Maar... Ja, autocue ja. lezen moet je dan? Ja, dat valt niet mee om goed van autocue te lezen. Hè? Nee. Sowieso is goed voorlezen is ontzettend moeilijk. Ja, dat is moeilijk, ja, dat klopt. Ik heb er nooit iets van terechtgebracht met voorlezen. Nee. Want het moet klinken alsof je het gewoon vertelt. Ja, ik heb zelfs een hekel aan punten op papier. Ja. Omdat ik dan ook toch, omdat ik altijd neiging heb om af te dwalen. En dan ben je tien minuten verder, Ik ben enorm gezellig afgedwaald, je hebt iets enorm leuks behandeld. En dan kijk je op je papier en denk je, jezus, ik je ben totaal vergeten om te vermelden dat in dat tijd de hemel naar beneden gestort is. Zodat, en dan, sorry dames en heren, maar ik ben al even iets. In, dus ik, ik doe het liefst allemaal uit het hoofd. Ja. Nou, ik denk dat het journaal lezen, helemaal uit het hoofd. dat is wel een beetje lastig. Mart Smeets zei dat dat moet kunnen, hè? Mart Smeets had ja. nooit een autocue. Die zei: je moet het gewoon vertellen. Nou, daar heeft hij op zichzelf, zin is groot gelijk in. maar daar heb je wel een zeker talent voor nodig. Ja. ja. Namelijk een talent dat je ook niet zo erg vindt om eens een keer een foutje te maken. Dat je er niet echt wakker van ligt. dat je. Oeh, daar schieten de hardrijders weer door onze ja. straat heen. Ja. Onbegrijpelijk eigenlijk. Hè. Een hele rustige woonstraat met een bocht erin. Maar als ze maar kunnen knallen met hun auto's, dan is het allemaal goed. Um, ja, dus het kan. Maar het is natuurlijk ook heel wat anders dat je reportagewerk doet in de sport, bijvoorbeeld, of dat je het journaal leest. Dat is natuurlijk wel. Ja, dat klopt. Daar zitten wel wat andere dingetjes in. En nog eventjes over het programma van die twee partijen. Dat zal niet heel veel veranderen. GroenLinks en PvdA lijken nou Ja, er... god, Melkert, die, die uh, ooit natuurlijk een big shot in de Partij van de Arbeid was. Die had al vrij ingrijpende bezwaren. Die zei: oké, okay, ideologisch zijn er wel degelijk verschillen tussen de ene en de ander. Eh, GroenLinks is veel meer een uh, klimaatpartij, een uh, overschakeling naar niet-fossiele brandstoffen. Uh, en de Partij van de Arbeid is meer een, een praktische partij van stap voor uh, stap, zegt de traditionele sociaaldemocratie. Al vind ik, dat moet je ook weer niet overdrijven, dat kan wel op, uh, op één noemer gebracht worden naar mijn gevoel. Eh, Daar moet een redelijk compromis moeten uit kunnen rollen. Ja. En de SP wijkt dusdanig af dat die ook qua programma, al willen ze meedoen, dat past ja, niet nou ja, de SP heeft natuurlijk wel wat afwijkende punten. Maar de SP heeft ook een sterk punt. Dat ze een goede traditie hebben van lokaal werk. En dat is bij die andere twee, denk ik, toch relatief veel minder geweest en geworden in de afgelopen decennia. Eh, dus ja, ik zou het enorm op prijs stellen als ook de SP op een of andere manier zou kunnen aanschuiven. Ja, want dan kun je echt een vuist maken. Ja. Ik ga nog een stap verder. Waarom zou je niet aan de rechterkant van deze, hè, want je bent dus bezig met een soort coalitievorming ter linkerzijde. Waarom zou je aan de rechterkant niet je hand uitstrekken naar D66? Hè? Wat nu natuurlijk een beetje opgesloten zit in die, in die ongelukkige coalitie met, met twee christelijke partijen aan de ene kant. en die ja, toch wel wat verrafelende VVD van Mark Rutte aan de andere kant. Dus waarom niet? Want dan heb je natuurlijk een heel solide basis voor een, een serieus hervormingskabinet. Maar in plaats van de SP of naast de SP ook nog D66? Een heleboel, in coalitie. Ja. Consensuspolitie, we hebben net in Rotterdam gezien dat denken en, en, en leefbaar, eh, dat die samen in het college komen. Dus nou ja, ja. Als dat in Rotterdam kan, een stad van gewelddadigheid, nee, dat is natuurlijk onzin. Maar goed, dan waarom zou dat. Kortom, als je, als je het eens kunt worden over praktische punten die je kunt realiseren politiek, dan kun je het over allerlei andere punten ja. enorm oneens zijn. Ja. Ja. Maar jij bedoelt een coalitie met D66, niet een fusie met D66? Nee, dat, dat is alweer een, heel, ja. een hele stap te ver natuurlijk. Maar dat je ook serieus werkt aan samenwerking met D66 ja. aan de rechterzijde van, dit, van deze linkse coalitie, om het maar even zo voorlopig te noemen, of, of. Samengebalde nieuwe partij. En aan de linkerkant met de SP. Ja. Kijk, met de SP gaat het ook bedroevend slecht. Ja. Ja, die brokkelt alleen maar verder af. Dus dan kun je tenslotte hier bij de minister gewoon verdwijnt. Behalve in Os. Eh, maar je kunt ook kijken of je niet een stap verder kunt zetten. Omdat het ook natuurlijk aan die, aan die eindeloze versplintering ons parlement een eind zou kunnen maken. Ja. En de programma's passen bij de tijdsgeest, hè? Uh, klimaatverandering. Ja, precies. Daar moet je toch allemaal heel redelijk over eens kunnen worden. Dat ja. lijkt mij ook. Ja. Al zegt Mark Rutte, ja, er zijn nog altijd meer rechtse stemmers in Nederland. Daar heeft hij groot gelijk in. Maar wat is er beter om een deel van die rechtse stemmers, die namelijk wel, laten we zeggen, verlicht liberale opvattingen hebben, ik denk aan D66, om die aan de rechterkant aan te koppelen. He, in een soort van Lego, een Lego-blokje erbij. Waarom niet? Interessant. Maar hoe is Hans Spekman, hebben we daar al iets van gehoord wat hij ervan vindt? Ik heb geen idee. Ik neem aan dat hij er niet tegen is, maar nee. dat zou ik niet weten. Maar goed, ik heb niet de indruk dat Hans Spekman een enorm invloedrijke figuur in de partij is op dit moment. Nee. Dan hebben we natuurlijk ook in de politiek, nu we daar toch over hebben, de stikstof en de boeren die weer. Ja, dat wordt natuurlijk bol. Dat begrijp je wel. Die boeren die hebben de graaf de vorige keer de smaak te pakken gekregen. Ik kan het, het dopje er niet afkrijgen. zonder mijn microfoon weg te leggen. Kun jij dat even doen? Jazeker. Ja, dat is wat met zo'n microfoon in de hand. Want ja. dat zouden kijkers, ik bedoel de luisteraars moeten weten. wat een enorme, loodzware microfoon dit eigenlijk is. Hè? Kijk, ik heb het dopje nu. kun je hem er zelf zo af? Ja, vorige aan, ja. keer heb ik dus de fout gemaakt om mijn knieën. omdat het ja. wegzakt. Even tegen elkaar te knijpen met alle gruwelijke, moerasachtige resultaten. Maar de boeren waren gisteren al bij de minister. En die minister, die, uh, ja, die, had, uh, die kreeg een uh, zelfgemaakte ontslagbrief van die boeren. En ze zei: Mijn kinderen zitten binnen te trillen. En haar man wilde ook nog aanraden. Nou, ze waren ook weer in de straat van de minister verschenen. Ja, dat met... ik vind dat volstrekt ongepast. Kijk, als dit het start van hun acties is, dan zou ik zeggen: ga jullie door eens bij elkaar zitten en goed nadenken over wat je wel en wat je niet wil doen. Kijk, vorige keer zijn ze ook meerdere malen uit de bocht gevlogen met bij hun acties. Zowel retorisch als in praktische zin. En ik vind echt dat ze op dat punt best wat gas terug kunnen nemen. Gaan ze het verliezen op de lange termijn? Ja, ze gaan het verliezen op lange termijn. Die stikstofuitstoot zal beperkt, aanzienlijk beperkt moeten worden, zeker in sommige locaties. Daarover zijn internationale akkoorden gesloten, die zullen we uit moeten voeren. De Raad van State heeft heel terecht gezegd dat we er geen zak aan gedaan hadden, of althans dat de, de pogingen om het te compenseren nergens op sloegen. Nou, dus moeten we nu verder gaan de stappen nemen. Laten ze ook ophouden met die lulkoek dat de Nederlandse landbouw ons voedt en zo. 70% van de productie van de Nederlandse landbouw wordt geëxporteerd. Dus zolang we een groot deel van de wereld bekend voeden, zou ik zeggen, kan het ook wel een tandje minder. Ik leg het zeggen direct bij: er dienen fantastische compensatieregelingen en uitkoopregelingen te komen. Heeft, is deze toestand medeschuldig? Uh, is de overheid medeschuldig? Ja. Want we hebben natuurlijk die, die landbouw eindeloos aangejaagd, nietwaar? Mede ondersteund door onbeperkte kredietmogelijkheden in, de, in deze sector door de Rabobank en andere banken. Dus ja, het, het, dat, dat ze nu in de problemen zitten, heeft meerdere ingewikkelde maatschappelijke en historische oorzaken. Maar dat neemt niet weg dat er iets aan gedaan moet worden. Ja, maar de boeren zelf zeggen, het is niet alleen het stikstofprobleem. Je moet ook kijken naar watermanagement, je moet kijken naar de bodem. Ja, wie, is, wie zegt dat dat niet moet? Ja, je zelf dan iets aan die stikstof moeten doen. Ja. Maar zij zeggen, dat is niet alleen door ons met ons vee af te pakken. Nou, dat is mag... mogelijk, maar we hebben natuurlijk die podcast gehad dat we allemaal honderd moeten rijden vanwege de stikstof. A, is dat nooit gehandhaafd, dat is A. En, en B, bleek de, bleek de impact op de stikstofuitstoot zeer beperkt te zijn. Ja. Uh, uit alle cijfers blijkt dat, de, dat, dat uh, hoe heet het, de stikstofuitstoot van de landbouw de grootste factor is in de stikstofuitstoot. En de boeren die, die betwijfelen dat? Niet de dat, enige, hè? maar wel verreweg de grootste. Ja, maar de boeren die zeggen die cijfers kloppen niet. We willen andere nee, berekeningen. Zeker, de boeren zijn heel, heel succesvol geweest in het creëren van verwarring en twijfel. Dat slaat nergens op. Staat vandaag een prima stuk in de kwaliteitskrant over deze materie. En nogmaals, dat slaat nergens op. Zolang zij niet met alternatieve, redelijk goed onderbouwde cijfers komen, behalve, behalve allerlei kletspraat, eh, zullen ze geen effect hebben. Ik denk niet dat ze effect zullen hebben. Nee, maar dat betekent dus dat het boerenberoep... verdwijnt voor een heel groot gedeelte uit Nederland. Nee, dat is nou volstrekt overdreven. Dat is nou wel onzin. Het gaat voorlopig over hele specifieke locaties. En mee, natuurlijk verdwijnt het boerenberoep niet. En bovendien, wat is het boerenberoep in Nederland? Dat is minder dan 3% van de werkende bevolking... als ik het wel heb. Dus we moeten er ook niet in een soort van toestand van maken... alsof we in een heel nieuwe wereldhistorische fase raken. Nederland heeft een totaal... Uit, het, uit zijn vroeger gegroeide landbouwsector, dat is vers 2. Ja, ja, daar zal dus iets aan gedaan moeten worden. Ja, het, het, het is met automobilisten een wonderlijk slag. Gek is, zou je zo'n automobilist nou persoonlijk spreken, is een hele aardige, vage meneer of mevrouw, en, en, en ze zouden zich helemaal niet hebben gerealiseerd dat ze veel te hard rijdt hier in de straat. Want zodra mensen achter het stuur komen, raken ze een van een manier. Komt er een rood waas voor de ogen. Niet waar voelen zij zich onkwetsbaar in de king of de rood. Terwijl dit een soort donkerblauwe flow was die voorbij kwam razen. <laughs> Zelf een leuk odertje. Ja, dat, is, dat blijft gek. De mensen achter het stuur, dat blijft een heel apart creatuur eigenlijk. Ja. Yeah. Dus ja, dit gaat allemaal. Nou, ze zullen enorm gaan protesteren en zo. Ik hoop ook dat de overheid dan zich iets minder bang opstelt ten opzichte van die tractorboel. Bang? Hoezo? Nou ja, daar werd helemaal niet gehandhaafd. Ik bedoel, ik heb ooit in mijn leven een meer dan gruwelijke rit moeten maken. Over de A2, ik meen naar Leeuwarden. Niet waar? Omdat, omdat die hele. Nou ja, goed, in ieder geval de hele A2, die hele weg was. Daar reden je overal tractoren, die mogen helemaal niet op de vierbaanswegen rijden. Daar dient ook voor gezorgd te worden dat het ook niet gebeurt. Hè? Je moet je niet de kaas van een brood laten eten door demonstranten die misbruik maken van um, hulpmiddelen die zij nu eenmaal hebben. Ja, het, alleen het nadeel is: die grote tractor heb je niet zomaar weg. Nee, maar die kun je wel uh, bekeuren. Je kunt, daar zijn allerlei methodes voor denkbaar. Maar we moeten ons nogmaals niet laten intimideren. En hoe luister je naar dan boer? Want die zie je nu in de kranten, maar ook op tv, die zegt, hey, Ik heb hier mijn hele leven aan gewerkt en ik word nu gewoon weggejaagd. Ja, dat, dat is een hele droevige zaak, zonder meer. Maar dat heeft hij wel een beetje aanzien komen, als ik het wel heb. Het hangt er ook erg vanaf waar hij dan is als boer. Eh? En nou, dan zijn er misschien kan hij een heel ander soort bedrijf te plaatsen opzetten, dat weet ik niet. Met minder stikstofuitstoot, misschien is dat mogelijk. Want die stikstofuitstoot is natuurlijk vooral de veehouderij, dat ja. begrijp je. Maar dat is het kapitaal van zo'n boer, als hij dat allemaal weg ja, wil doen. Nou, nogmaals, ik ben erg voor. voor Uitstekende compensatie. Uitkoop alles wat je maar verzinnen kunt op dit terrein. Ja, dat was gisteren maar. Maar er is nogmaals: we hebben een verdrag ondertekend. waarbij het nou eenmaal niet past om grote hoeveelheden stikstof uit te stoten waar je dat maar wil. We hebben in Nederland een volledig uit de pan gegroeide landbouw. We zijn de tweede landbouwexporteur ter wereld. Sorry hoor. We zijn een piepklein land. Nee, we moeten hier wel de redelijkheid in het oog houden. Is dat voor sommige boeren vervelend? Ja. ja. Er waren ook mensen die waren loodzetter, een hartstikke mooi beroep. Die zijn helemaal verdwenen. Er wordt geen lood meer gezet, behalve voor geboortekaartjes misschien. Ja, er was een mevrouw die maakte het vergelijk met de Indianen. Die zeiden: de Indianen zijn ook verdreven. Wij zijn nu de Indianen van 2022. Ja, zo weet ik er nog wel een paar te verzinnen, natuurlijk. Bij mijn weten zijn de Indianen niet omvangrijk financieel gecompenseerd daarvoor. Nee, dat klopt. Dus, nee, je moet, je moet hier wel de redelijkheid in het oog houden. Ja. Dit is een, een probleem wat we gezamenlijk, dat heb ik al uitgebreid uitgelegd, gecreëerd hebben. En, en waarvan iedereen weet dat het, dat het, hoe heet het, 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 het water nu tegen de printer staat, of weet ik waar het ook weer klotst. Uh, ja, en daar zullen we maatregelen moeten nemen. Ja. Het zijn allerlei, uh, de politiek bestaat grotendeels uit pijnlijke maatregelen, die niet voor iedereen leuk zijn. Daarvoor hebben we de politiek. Ja. En dat moet democratisch besloten worden. Ja. Ik heb wel het idee dat die boeren zich niet. Uh, ze leggen zich daar niet 1, 2, 3 bij neer. Nee, dat zou best wel. Je kunt je wel bij voorstellen, ik ben in welke provinciehuizen nu aan Vladim gaan rijden. En ze hebben weer een actie in Den Haag. Hè? En dan zal, nou ja, er zijn gisteren stonden ze bij de minister. Ik blijf erbij dat als zij het er op mikken om met die tractoren in feite uh, ook alle andere Nederlandse burgers langdurig en gevaarlijk te hinderen. Dat het dan aan de overheid is om daar te handhaven op de wijze die de overheid past. Ja. Dat we ons niet, zoals vorige keer, wel erg laten intimideren door dit soort van optreden. Had je dat beeld nog gezien van die man, van die minister, die wilde dus ingrijpen? Ik vind het schandelijk dat zij zich daar vertoond hebben. Mag ik het dan nog een keer zeggen? We begonnen het gesprek ja. daarover. Dit is niet gepast. Nee. Doe dat niet. We hebben in Nederland politieke kanalen om uw onvrede duidelijk te maken. Ja. U gaat niet bij de minister in de tuin staan met uw kut tractoren. Sorry, neem me niet kwalijk met uw tractoren. Ze moeten daar echt onderling eens heel goed over nadenken. Ja. LTO zei ook, we keuren dit af, maar we snappen wel de boosheid. Ja, dat is ook wat, dat durf ik ook wat te zeggen. Ja, ik keur het af. Ja, ik begrijp dat ze het moeilijk hebben, zeker. Maar ik keur het rondig af. Ja. En gisteren zag ik nog bij een van de talkshows Henk Bleker zitten. En die werd ook nog eventjes aangepakt door iemand van de ChristenUnie. Die zei, Henk komt allemaal door jouw beleid. Jij hebt het in gang gezet. Nou, dat weet ik niet. Ik, ben, ik, ik heb geen idee. Maar goed, dat, dat er eh, problemen reizen door de intensieve Nederlandse landbouw, grootschalige landbouw. Ja, dat, dat zien we natuurlijk al jaren aankomen. Ook hier is, heeft, heeft de overheid dat veel te lang laten sukkelen. En gedacht dat het met die compensatieregeling, met die bompjes, dan ging het wel en zo. Ja, dat bleek allemaal niet het geval te zijn. Dus ook hier is weer sprake van uitstelgedrag, slordig bestuur. En nu zit de overheid natuurlijk zelf met de gebakken peren. En de, en de boeren ja. zitten daar ook mee. Wat vind je er trouwens van dat de landelijke overheid het over de schutting gooit naar de provincies en dat die het eigenlijk moet ja, oplossen? Ja, dat is een probleem wat we voortdurend aan de orde hebben gehad op vrijwel elk denkbaar beleidsterrein. En daar ben ik ook valikant tegen. Dat is, kijk, het is altijd, het wordt altijd over de schutting gegooid, minus dan enkele honderden miljoenen. Kan er ook lekker op bezuinigd worden? Nee, slordig beleid, verkeerd beleid... wat hebben we niet voor narigheid veroorzaakt in de afgelopen jaren? Een hele reeks van maatschappelijke problemen... is niet uit de hemel naar beneden gevallen. Die zijn veroorzaakt door de kabinetten van de afgelopen twintig jaar. Wie eh, hebben dat gedaan? Met, met goedkeuring van de Tweede Kamer en de politiek... omdat het allerlei modieuze lulkoek was... Niet waar die ons op de mouw gespeld is met de verschrikkelijke gevolgen. Ja. Het is natuurlijk niet alleen de stikstof. Het is net zo goed de, de, die die, die, ooit het, die toeslagen en Groningen. Het is allemaal even ondoorzichtig, moeizaam, traag, slecht georganiseerd. Nou ja, het stikstofprobleem is daar een ja. van de redenen van. Ook ik... het stikstofprobleem is uiteindelijk een probleem wat onze overheid heeft laten ontstaan... en wat onze overheid te lang heeft laten sudderen. Ja, en nu kunnen ze niet meer bouwen. En nu wordt er opeens wat gedaan. Nee, ja, terecht natuurlijk. Nu moeten er allerlei passende maatregelen worden genomen. Ja. Maar ook dit weer, jij zegt, als ik je goed begrijp... ook dit weer komt door Rutte. Nou, niet door hem persoonlijk. Maar het is een slordig beleid, ja. ja. Veel te lang de andere kant op gekeken. Het zal zo'n vaart wel niet lopen... Het zal wel loslopen. Maar dan doen we wel wat met die boompjes. En dan nou, zul je zien, daar valt het enorm mee. Nou ja, de Raad van State heeft gezegd, dat is allemaal kletskoeken: die boompjes, dat helpt niks. Althans, de compensatieregelingen die we gebruikt hebben, hebben niets geholpen. Nee, dat ligt ook geheim. Ja, op hand. En nu was hij heel stellig. Hij zei: de grond verzuurt zo snel, we moeten nu wat doen. Ja, precies. Ja. Ultimo, ultimo, ultimo. He. Ook Groningen, ja, natuurlijk zijn die Groningen spisnijder als er weer gepompt zou worden. En hoe komt dat? Omdat, dat? Waarom is er geen behoorlijke compensatieregeling getroffen daar? Als je dat aankijkt, denk je. Dat zou ik als boer ook denken. Grote god. Als die totaal incompetente Nederlandse overheid van dit moment aan de slag gaat. Dan, dan kunnen we wachten tot sint jutemis Tot er iets, iets nuttigs gebeurt. Ja. Ik sprak een keer met mevrouw inderdaad op het provinciehuis in Utrecht. Die was erbij toen de boeren de vorige keer demonstreerden. En die zei ook dat dit is enorm uh, beangstigend ja, is en, intimiderend, en intimiderend Ja. Dus ze waren, ze waren, ze waren volgens mij waren met een paar man van de communicatie. En zeiden dat was. Dat, was ja, dat herinner ik me nog tot op de dag van vandaag. Ja, dus, daar moet dus die boeren die moeten daar eens heel goed over nadenken. Ja. En zeker ophouden met van dat het de Joden van dit moment van de. Te vergelijken met de Joden in de Tweede Wereldoorlog, de Indianen in de Verenigde Staten. Ga dan eerst eens een behoorlijk geschiedenisboek lezen voor je met deze kletskoek aan boord komt. Ja, dat wordt natuurlijk bol, dat begrijp je wel. Maarten vervolgt hem over Hitler. Er zijn maar heel weinig mensen die zo oud worden. En Hitler is helemaal niet erg oud geworden. Want Hitler is natuurlijk uiteindelijk maar 56 geworden. Hij zelf was er ook van overtuigd dat hij niet oud zou worden. En we kunnen niet anders zeggen dan. op dit punt bleek hij het gelijk volledig aan zijn kant te hebben. Een nieuw luisterboek nu via de link in de beschrijving bij deze podcast.